Nee, dit is mijn huis. Hij is van mij gebouwd. Gerard. Ja. Opa Gerard, dat is niet jouw huis. Ik zie je er al naar staren en zo. Hij is van mij. Ik heb Benny specifiek gezegd, ik wil graag een blauw huis. Hij moet er een beetje uitzien zoals vet. Hij heeft hem zelfs groter gebouwd, daar ben ik blij mee. Maar ik zie jou nou alweer staren. Dat is niet jouw huis, oké? Okay? Echt niet, moet je maar opletten. Nee. Gerard, ik heb zelf nog niet eens binnengekeken. Ik ben met mijn container aan het uitruimen en zo. Gerard, nee, dat kan je niet doen. Oh, ja, dit kan wel alles open doen. Nee, hallo. Gerard, kom eens terug. Niet doen. Doei. Oké, dan weet je, open Gerard halen. We laten hem uit. Ik ga niet nog een huis. Oh. Fred, waar ben je? Oh, daar ben je. Hey, Fred. Kijk nou, mijn huis is eindelijk gebouwd door Benny de Bouwer. Wat is dat? Ja, dat is mijn huis. En ik zie dat de brug ook al bijna af is. Wat is er aan de hand? Wat is dit? Dat is mijn huis. Ik moet zelf ook nog naar binnen kijken. Het is de eerste keer dat ik mezelf ook zie. Ik ga slopen. Een hamer. Hallo, wacht eens even. Fred, wacht eens even. Hallo. Nee. Fred. Oh, bezoek. Fred, wacht even, het is veel te groot is allemaal dit. Opa Gerard zit in mijn huis, verstopt. Die denkt dat het zijn huis is, maar het is mijn huis. Daar heb je hem alweer. Gerard, wat zijn we aan het doen? Ik ga even buiten zitten. Je buiten zitten? Er staan letterlijk bankjes hier. Nee. Van wie is dit? Hallo? Van mij, achter je, hallo. Goedemiddag, ik ben eigenaar. En wie ben jij? Hey, ik ben Gerard. En wie ben jij? Ik ben Fred. Oh nou ja, had hij het beloven. Ja, jullie kunnen mijn kant wel opkijken, maar jullie staan allebei op mijn oprit. Ga er eens uit. Kom op, jongens, eruit. Kom op. Ik wil dat niet met de grond gelijk wordt gemaakt. Waarom nou weer? Waarom nou weer? Hé, ik wil mezelf mijn huisje gebruiken. Zullen we samen slopen? Ja. Oh mijn god. Weet je, jongens, ga van mijn oprit af. Of ik belde... Wie is dit? Dit is Gerard. Dit is opa Gerard. Dat zei ik toch net, Gerard. Ga jullie maar even naar het huis van Fred. Fred, neem jij open Gerard eens mee. Leer hem eens kennen. Drink een kopje thee en een kopje olie en zo. Leer elkaar even goed kennen. Kom maar mee. Nou, helemaal top. Ga maar open Gerard. Hup, schiet op. Ja, sorry. Doei. De verkeerde deur. Ja. Nou, jongens, zoals jullie kunnen zien, mijn huis is officieel af. Ik heb Benny de Bouwer een huis laten bouwen. En vorige aflevering had ik een boekje achtergelaten daar. En zo te zien heeft hij ook... de brug afgebouwd. Dus we kunnen nu eindelijk ook normaal naar zijn huis toe lopen. Zo te zien is hij hier ook bezig met het beginnen van het asfalteren van de weg. Alleen ja, er moet nog asfalt komen. Maar ik zie dat hij hier ook overal al tonnen staan en zo. En kratten en weet ik wat. Maar laten we heel even mijn huisje binnenkijken. Dit wordt voor mij ook de eerste keer dat ik naar binnen ga. Ik ben heel benieuwd. Ik zie dat ik ook een deurbel heb. Wat een prachtige deurbel. Het is niet te geloven. Nou, hallo, jongens, laat... Oh mijn god. Benny, ik schrik me helemaal kapot, man. Ik had... Waarom ben je er nog? Is het nog niet klaar? Of... Nee, natuurlijk. Nee, je moet nog even buiten wachten. Ik ben nog bezig met de laatste dingen die ik af moet maken. Wat, Benny? Ik ga hem bellen weer. Goeiedag. Hallo. Hey, mag ik even rondleiding? Ik ben heel benieuwd wat... dit is mijn toekomstig huis. Ja, dat klopt. Maar ik ben nog niet klaar. Ah, alsjeblieft, Benny. Geef me nou heel even snel rondleiding. Want zometeen komen Fred en opa Gerard komen hier weer langs. Wie? Ja, Fred en opa Gerard. Oh. Dus die hobbelwang die naar binnen kwam rennen. Oh, ja, ik dacht dat het een zwerfkat was. Nee, dat is dus open Gerard. Nou, kom even snel binnen dan. Ja. Je hebt hier twee kapstokken. Met een vensterbankje. Hey, dit is ook zo'n prachtig houten muur. Die ook, had je ook bij Fred een beetje zo rechtgelijk gebouwd. Ja, ik denk dezelfde stijl is wel mooi. Dan links heb ik een afgesloten slaapkamer. Prachtig. Oké, leuk. Met ook een kapstok hier. Ja, hier kun je... En dan hier is de keuken. Waar maakt ze zin niet eens af? Ja, hier is... Benny? Ja? Volgens mij heb je een beetje last van de kaarsje, zo te zien. Hier, het trippelt naar beneden. Hallo! Oh, wacht even voor, Benny. Kan iemand de deur wat groter maken? Dan ben je groot, Gerard! Oh nee, Gerard, je bent in Fred's vergrootinator, weet ik hoe dat heet. Kleininator gegaan. Wat is dit nou weer? Hallo! Goedemiddag, ik ben Gerard. En ik pas niet tussen de deur. Gerard! Wat dan heb moet je gedaan? De deur wat vergroten, denk ik. Nee, de deur hoeft niet vergroot te worden. Gerard, ga terug naar Fred's verkleininator. En dit gebeurt nou elke keer met deze gasten. Wat is het probleem dan? Je bent veel te groot. Ah, ik ga hier wel even zitten. Ga jij maar even zitten. Ik ga maar verder met de rondleiding. Die moet je maar aan wennen nu open, Gerard er is. Maar nou heb ik ook een nieuwe stoel nodig. Goed, terug naar de keuken. De keuken, lekkage. Nee, daar hebben we het niet over. De berging. Je kunt... In al die bergingen. Oh, je kan ook gewoon spulletjes kwijt en zo.
Hier heb je de eettafel. Dan kun je met al je vrienden... Kun je... Maak je zin eens af, man. Je zegt de berging, daar kun je... Dinges, daar kun je... Je zegt... Ja, verder. Wat is dit? Volgende verdieping. Volgende verdieping. Is die groot? Hier kun je naar boven. Ja, die is heel groot. De tweede slaapkamer met een aquarium. En jij zit hier nog... Nee. Hij maakt weer zijn zinnen niet af. Het is zo frustrerend. Benny, wat is het voor een aantrekje van jou? Wat is er? Je maakt je zinnen niet af. Hoezo niet? Dat zeg je. Je zegt, hier is de slaapkamer, daar kun je... Hier is de eetkamer, daar kun je... En hier is de berging en daar kan je... En that's it. Oh, God. Goed, dan gaan we nog even door naar de tuin. Schiet even op. Oh, er is natuurlijk ook een tuin. Oh. Ja. Een trampoline. Zwembad. Oké, zwembad. Hij heeft wel een allemaal ijs heeft hij uiteindelijk gelezen, ja? Buitenkeuken ik inderdaad. Ik moet hier heel erg aan wennen. Ik vind het toch wel, ja. Ja, ik moet ook aan wennen dat opa Gerard in één keer zo groot is. En in ieder geval hier ben ik bezig met het pad. Ja. Het is nog niet helemaal af. Nee, ik zie het. Er moet natuurlijk nog asfalt op komen. Ja, zeker weten. Kijk, sorry, ik was maar ik vind het echt een heel gekse gezicht dit. Ja, hoe is je überhaupt binnen en buiten gekomen? Ja, ik denk kruipend. Denk het ook. Ja. Maar ja. Maar goed, nee, er is al wat vertraging op. Ik heb al wel de kiezelstenen en alles heb ik allemaal al binnen. Oh, je hebt alles al aangezet. Ja, het werk ging eventjes voor op de brug, want die moest af. Ja, nu kunnen we wel snel voortaan naar elkaar toe. En dan kan je materialen kan je allemaal beter deze kant op sturen natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Erg maar fijn. Het ziet er goed uit, de brug, moet ik zeggen. Leuk. Dank kunnen we nu gewoon helemaal oversteken zelf en zo? Helemaal zelf gemaakt. Ja, ik had het ook niet anders verwacht. Jij bent ook de Benny de Bouwer. Ja, precies. Benny de Bouwer en hij bouwt dingen. Ja, dat mag ik hopen. Maar ga lekker door, zou ik zeggen. Als je wat nodig hebt van ons, laat het weten. Ja, Fred en dat ik wonen hier nu. Ik denk dat opa Gerard binnenkort ook maar een huisje ergens moet gaan krijgen. Want wij wonen natuurlijk nu naast elkaar. Ja, maar daar dit. Moet je dan wel echt eerst even een vergunning voor aanvragen. Want ik kan nu wel blijven bouwen. Maar de gemeente vindt het ook niet helemaal leuk. Welke gemeente? Je woont letterlijk... Tot die tijd dacht je dat je alleen was hier. Ja. Ja. Misschien maak ik daarom mijn zinnen nooit af. Omdat ik tegen niemand altijd te praten was. Nou, ga lekker door. Ik zorg wel dat ik een keer een vergunning heb. Ik weet niet waar ik het vandaag had over, maar dat komt helemaal goed. Ja. Gaan we regelen. Ja, en als er nog een huis bij moet, dan moet ik heel de riolering ook gaan omleggen. Dus dat, ja... De riolering? Is die riolering onder dan? Natuurlijk. Ik heb niet eens een toilet. Ik heb niet eens een badkamer. Dat verklaart de lekkage. Ik ga even verder. Nou, Gerard, waar ben je? Fred, zijn jullie thuis? Ik heb net een rondleiding gehad, maar ik snap niet waarom Gerard zo groot is. Wat is hier gaande? Nee, jij moet dit repareren. Ik ben zo boos, heel boos. Nou, sorry, maar ik dacht, je moest naar buiten, frisse lucht. Oh, ja, maar frisse lucht krijg je door een raampje open te zetten. Niet door mijn muur naar buiten te lopen. Maar zie jij ergens een raampje die open kan, meneer Fred? Nee! Jongens, bied je excuses aan! Hou je mond! Bied je excuses aan! Nee. Sorry, Max. Aan mij? Nee, hallo! Aan mij, ouwe zippers! Ouwe zippers? Fred, wat is er aan de hand? Geaccepteerd. Nee, dat heb je snel geaccepteerd. Wat heeft Gerard gedaan? Waarom zit er een gat in je muur hier? Nou, wat hij heeft gedaan is simpelweg lopen! Oh, hij past natuurlijk niet door je deur. En hij heeft niet alleen Oh, mijn god, ik zie het inderdaad. Hij heeft niet alleen de muur kapot gemaakt, maar ook je hele trap heeft hij aan stront geholpen hier. Ja, tot stront. Waarom heb je hem dan ook zo groot gemaakt? Wat is het nut ervan? Was toch leuk? Tja, maar die hele muur is nu... Gerard, jij mag niet op bezoek komen... Oh, sorry! Jij mag niet op bezoek komen tot jij klein bent, oké? Bij wie op bezoek? Bij mij. Ik heb daar natuurlijk een nieuw huis nu staan. Alleen jij mag niet op bezoek komen tot je weer op normaal niveau bent. Anders komen er ook gaten en kraters zoals dit in mijn huis. Dat is niet lief. Nee, dat snap ik. Maar ik wil geen gaten in mijn huis. Dan moet je gewoon de deur vergroten. Nee, ik ga de deur niet... Fred. Wat, hoe ga gaan maar we het verder met de afwas. De afwas. Oh, oké. Okay. Goed zo. Hoezo de afwas? Moet hij de afwas doen? Ja, voor straf. Oh mijn god. Hé, wil jij in mijn huis kijken of... Nee. Hoezo niet? Moet weg. Wat moet je doen? Nee, het huis moet weg. Oh nee, het huis moet niet weg. Nee. Fred, het is een prachtig huis. Astensie! Wat? Astensie? Ik heb een afdroger nodig. Kom maar aan. Fred, je kan niet tegen water. Dat klopt. Sorry. Ik wil wel heel graag helpen, Gerard. Nee, jij moet met mij mee. Maar ik moet met Fred mee, hoor ik net. Gaan we een spelletje spelen? Moet ik alles zelf doen? Wat? Hou even op. Ik ga... Gaan we een spelletje spelen? Wat voor spelletje, Fred. Dit maakt me heel leuk. Nieuwe spel.
Niet meer spel. Voor mij. Zelf gemaakt. Ja. Doe je mee? Ik hè? Ja. Gezellig. Oké. En jij? Ik wil heel graag mee. Oh, wacht. Jij mag niet mee. Hoezo niet? Jij bent te groot. Dan moet je maar kleiner zijn, Gerard. Waar gaan we heen? Is het buiten? Gaan we tikketjes doen? Verstoppertje? Nee. Zoek je maar lekker terug. Zelf een het zal vast in je kelder zijn. Succes. Nou, dag Gerard. Is het in je kelder? Heb je hier een spelletje gemaakt? Ja en nee. Wel in kelder, niet daar. Kom mee. Wat? Oh, mijn god. Wat is dit nou weer? Fred. Ja? Fred, wat heb je gemaakt? Wat is dit? Een nieuw spel. Waar zit dit hier? Sis dit. Wat is dit? Een spel. Een spel. Ja, wat is de bedoeling? Plakken aan de muren of zo? Nee. Domme. Je mag kiezen met wie je wil spelen. 3 spelers maximaal. Kijk eens aan. 3 spelers maximaal. Oké, ik zie Max. Hey, dat ben ik. Dan wil ik sowieso met mijn... Dat ga ik niet zeggen. Ik wil zelf het spel spelen. Dat mag. Pieter, Gerard, Rick, Johan, Fred, Justin, Robin, niet beschikbaar, Jan. Ik mag nog 2 spelers kiezen. Ja. Het lijkt me leuk om met Justin te spelen. Zo. Dat kan. Robin. Ja, meestal speel ik met Robin altijd als ik spelletjes ga doen. Alleen Robin die wordt altijd boos op me dat ik hem dan kies voor een spelletje. Er is hij net weer wat anders aan doen. Dus Robin gaan we deze keer niet kiezen. Gerard, ja, die is te groot. Dus die mag niet meedoen. Wie is... Ja, Jan. Boer Jan. Heb ik geen zin in. Fred. Sorry, Fred, maar ik ga niet met jou het spelletje spelen. Ik wil ook niet met jou. Weet je, ik ga Rick kiezen. Ik ga lekker met Rick spelen. Dat kan. Okay. Sorry, ik ben op dit moment niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw. Oh, hij kan niet. Hoezo? Wat was dat nou? Hoezo probeer het later opnieuw? Hij is niet beschikbaar. Nou, dat zegt hij toch. Ik zeg maar... ik gum hem weer uit. Je gumt hem weer uit? Ja. Oh, maar ja, ik heb geen ding meer met wie... Weet je, kom maar met zo'n nieuwe. Hier. Ik wilde het proberen. Ik wilde een keer met iemand anders spelen. Maar nee, hoor, laat maar. Ik speel wel met Robin, oké? Okay? Oh, nee. Ga je dat proberen? Ja. Oké. Okay. Veel plezier. Druk op de knop. Dan ga je beginnen. Nou, dankjewel. Ik heb geen idee wat ik moet gaan verwachten, jongens. Met 3, 2, 1. Huh? Oh, nee. We zijn weer in een of ander Fred-spel beland, jongens. Maar, hallo? Ik, Justin? Robin? Ik, Oh, daar is Justin. Oh, mijn god. Oh ja, Justin lijkt altijd zo op opa Gerard, vind ik. Justin? Oh, wat doen wij hier nou weer, Robin? Hou op! Hey, jongens. Gezellig dat jullie er zijn. Oh. Hey, Wat doe ik hier? Ik was net... Moet je even luisteren, hè? Ja. Ik was gewoon rustig mijn cactus aan het knippen. En nu... Je cactus aan het knippen? Ja. En mijn bonsaiboompje. Je bonsaiboompje, ja. Hoezo knip jij je cactus? Nou, gewoon om erbij te houden. Maar ineens sta ik hier. Weet je wat het is, en jongens? En waarom heb jij nog aan je shirt aan? Ja, vind ik gewoon mooi. Dat is Justin zijn nieuwe skin. Die had ik eigenlijk voor opa Gerard had ik die gemaakt. Alleen opa Gerard, voor een of andere reden verkleed jij je altijd als opa Gerard, Justin. Dat snap ik ook nooit. Hoezo? Oh, jij hebt de kleding van opa Gerard gestolen. Nu snap ik je, dat is een andere ik vrouw. Ik zag ze gewoon jongens, liggen, oké? Okay? Welkom bij Fred zijn nieuwe spel. Shit. Fred heeft dit spel gemaakt. En de bedoeling is dat wij uiteindelijk gaan ontsnappen, uit het spel. Oh nee, het is weer zoiets. Waarom respawnen we allemaal? Huh? Als één iemand dood gaat, respawnen we allemaal. Nou, dat mag ik niet hopen. Nee, ik hoop het ook. Nee! Zeker wel. Oh nee. 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 Ik ben al heel ver. Oh, dat valt. Dat valt niet lang. Oh, nee, je respawnt wel alleen. Ja. Nee! Hoe kan jij nou weer hier zijn? Dat weet ik ook niet, die lava. Oké, jongens, we moeten dus samenwerken in deze map. Pretty, kijk. Nee, zeker niet. Nee! Oh, wat irritant. Jawel. De bedoeling is dat we samenwerken. Ik heb al vaak dit met Robin gedaan. Ja. En 9 van 10 keer ging je... Oh mijn god, hou op, alsjeblieft. Elke keer als je elkaar sloeg, dan kon je zeg maar voor. Nee! Nee! Hou nou op met elkaar vermoorden! Ja, maar dat is... Ja, maar dan is het niet meer leuk. Dan ga ik je gewoon naar het einde en dan is het gewoon klaar. Het gaat om teamwork, deze map. Ja, het gaat om teamwork. Dat is een minste checkpoint. Nee! Nee, checkpoint, Robin. Checkpoint. Checkpoint. Ja, kill hem! Ik ook! Oh! Oh mijn god, ik heb hem. Ik niet! Oh, wat ben ik blij. Waar ben jij nu, Justin, dan? Ja, mijn begin. Oh, dus het is wel gewoon! Mooi! Nee! Ja, maar het is alleen bij lava heb ik het zeggen. Ga ik naar beneden? Dan heb ik alleen bij lava is het, jongens. Spring eens in de lava dan, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Ja? Zeg ik spijt voor krijgen? Ja, doe maar. Ik ben benieuwd. Ja? Ja, doe maar. Doe. Nee! Oh, hey, wij komen bij dit checkpoint, Robin. Nee! Dus het komt wel goed uit.
Dan klopt er dus gewoon echt iets niet. Nou, jawel. Alleen als iemand doodgaat, wordt iedereen naar het checkpoint teruggezet. Ja, in de lava dan, hè? Hoe doen we dit? Hoe kom je daar? Ja, ik snap het niet. Wacht, Justin. Nee! Jij hebt een checkpoint al! Dat kan toch... Oh, je kan die sprong gewoon halen, natuurlijk. Ik ben echt een domme... Minecraft noob. Ja, echte domme. Oh. Nee, ik mist het! Nee! Oh, ik vind het altijd zo eng. Jongens, zullen we gewoon eventjes niet doen? Nee! Kom maar. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Ga maar. Spreek maar. Justin, sla hem. Kom op. Sla hem dan. Kom op nou. Hou op met dat geplingel! Irritant! Shitters! Oké, ik ga snel door. Ik ben degene die Fred's game gaat winnen. Nee! We hebben het nu toe 2 keer gedaan, Robin. Elke keer. Win ik het spel. Je bent elke keer de loser, maar nu hebben we Justin erbij. Nee! Ja, maar dat is gewoon nog een reden omdat ik niet mee wil doen, maar toch. Ja, ik wilde eerlijk gezegd ook eerlijk kiezen. Hoezo? Ben ik de reden? Nee. Oh. Ik heb jeuk aan mijn oog, dan kan ik even niet meedoen, jongens. Wacht even. Wat is dit nou? Ja, ik ben er weer. Dit zijn smoesjes. Nee, ik hoorde je al ergens op mijn boekenkast landen. Ik denk al dat ik... Nee. Oh! Wat is dit nou weer? Daar zijn we helemaal terug. Ze zijn jullie helemaal terug? Nee! Elke keer als ik dood ga, gaan jullie helemaal terug naar het vorige checkpoint. En ik ga dood door te cheaten als ik hier voor de dan gaan jullie terug naar het vorige checkpoint. Wat grappig. Oh, dat is echt ontzettend grappig. Nee. Dus ik weet gewoon hoe ik jullie kan consistent controleren. Nee, hou op. Ik word nu al echt ik vind het niet leuk. Mijn haren gaan er overaan. Je gaat hem halen, Robin. Kom op. Ik had nuttige dingen te doen. Je kan hem halen, Robin. Kom op. Je hebt hem bijna. Nee. Oh, nee! Ja, oh, wat irritant! Oh, nee! Man. Omdat je mij sloeg, ook echt. Nee! Oh, shit, Max! Nee. Elke keer als wij hierin gaan... Nee, ga! Dan nee. Gaat Justin nee. Opnieuw. Nee. Stop! Hou op, Robin! Stop! Oké. Ik stop al. Dat is verschrikkelijk. Hierheen, en dan? Nee! Jongens, ik word ook gehaald. Spring in de lava erop. Nee, zeker niet. Dat doe ik natuurlijk alleen maar om jou te helpen. Maar dat doe ik allemaal niet. Ja, tuurlijk. Hier, ik span hier een minecart en ik ga. Doei! Huh? Je spant een minecart? Waar moeten we heen? Hoe wist je waar we heen moesten? Hey, de Elytra ligt hier. Waarom ligt hier een Elytra? Huh? Wow! Ik wacht gewoon even op jullie. Waar ben je? Oh, ik span ook een minecart in. Ik ga ook. Ik haal deze vervoer. Spring niet! Oh, mijn god, ben ik blij dat we hem hebben. Waar moeten we heen? Elytra pakken. Heel goed. Wacht, elke keer als ik hier naar beneden spring. Nee! Dan gaat het twee opnieuw. Nee! Dat is het grappig elke keer. Nee! Maar waar moet je heen? Nee, jongens. Hier misschien heen, Robin. Jongens, hou eens op! Oké, wacht, voor jullie duidelijkheid. Ja, voor de duidelijkheid thuis voor jullie. Wij doen niks! Wij doen niks! Elke keer als wij zeg maar op een plek waar we mogen komen of doodgaan, wordt iedereen naar zijn vorige checkpoint teruggestuurd. Justin, serieus, wij doen echt niks! Ik mogen! Omdat je waarschijnlijk het parcours niet volgt zoals het moet. Je moet wel de rode lijn volgen. Elke keer als je per ongeluk verkeerd gaat. Oh nee. Of misschien hierheen, ik gok hierheen. Jongens, gok het nou niet. Doe het gewoon in één keer goed. Oh. Ja. Ik had niet gedacht dat het zo grappig zou zijn. Misschien hier zo en dan. Ja, misschien is het niet bounce. Slim. Oh. Ja. Ik was er bijna. Oké, we wachten wel even op je. Hey, Justin. Hey, Justin. Pak je lightra. Zo, checkpoint. Oh, Oké, we moeten even kijken waar we heen gaan. Waar moeten we heen? Oh, natuurlijk gewoon naar de overkant. Joh, hoe dacht ik daar nog niet eerder aan? Wat irritant die honingblokken. Als iemand doodgaat, word ik echt boos. Oké, ik ga dood. Nee, ja, maar de Void telt niet. De Void doet hij niet. Het is letterlijk alleen doodgaan. Dat doet hij niet. Nee, de Void duurt ook heel lang. Ik denk ik spring expres in de Void waar ik even gefaald had, maar... Dat is helemaal niet moeten doen. Wat als ik hier gewoon heen? Nee! Ik heb een checkpoint gehad, dus ik ben blij. Nee! Nou, hou op! Nee, dat zit ik er mee! Oh, dat ben ik volgens mij!
Ik snap dat als ik op het steen wacht, niet op het steen Max, staan. Max, ik moet elke keer opnieuw vliegen. Hou op. Max, hou op nou. Ik wil er al niet mee. Klaar nu. Laat me dan ook gewoon. Klaar. Stop. Oké, ik doe gewoon niks. Ik ben er niet mee. Elke keer als je op het steen staat, je mag niet op het steen staan. Doe het dan ook niet. Dit. Nee, Max, echt, hou op. Ik moet ook in dat stomme eind moet ik weer helemaal opnieuw vliegen. Hou op. Nou, is echt klaar. Ik wilde al niet meedoen. Nee. Oh, kom op, Justin. Schiet op. Nee. Nee! Nee. Ik kan het niet eten. Dit heet je mag het steen gewoon niet aanraken. Oh, wat grappig. Hé, hey, ik ga intussen verder, jongens. Nee, hou op. Waar moeten we heen? Oh, je moet... Oh, 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 oh. Nee! Nee! Ik was er! Justin, ik had de sprongje gekregen. Nee! Je moet erop weer opnieuw. Als, maar dat is niet mijn fout, Robin. Nee. Oh, ik moet elke keer opnieuw vliegen. Je ziet hem ook vliegen. Je ziet hem ook gewoon vliegen. Oh. Nee, nu moet je mijn voeten weer af. Nee, oh. Oh, dit is zo grappig. Oh, je zit er aan me. Nee, dit kan je Robin niet. Ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Hier naar links. Hier naar links. We hebben checkpoint nog steeds niet. Huh? Hierheen. Niet op het steen staan. Pas op dat je niet op het steen gaat. Oh. Oh. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Doe het Robin niet aan. Doe het Robin niet aan. Nee. Dan moet je gewoon opnieuw. Nee. Wat ben jij? Wacht, laten we hier even proberen. Wacht, bij het volgende checkpoint hier. We staan namelijk bij het einde. Gaan we hier met z'n tweeën, met z'n drieën gaan we een eindprijs doen. Nu aan het einde? Nou, leuk zeg, hey. Ik heb het naar mijn zin gehad, hoor. Ik stond bijna... Nee, ik stond hier bijna op het steen. Doe het er niet aan. Doe ja, maar hoe kunnen we kunnen niet ah, blijven. Maat. Ik kan het wel... Ik snap... Ah, ik heb last van mijn buik. Doe het niet, doe het niet, doe het. Nee, doe het Robin niet aan. Oké, okay, maar wacht even. Nee, maar ik haal deze sprong sowieso al niet. Nee, niet Robin. Welke sprong? Nee, ik kan... Het lukt gewoon niet. Welke sprong? Ja, die na die elytra, na die houding gedoe. Ja, maar we kunnen niet terug. Jawel, we kunnen toch gewoon zo terug. Hier. Ja, maar... We gaan hier wachten op Robin, hier. Welke sprong? Ja, deze. Ja, ik nee, zie toch niet waar jij bent. Nee, niet. Oh. Ik ben zo klaar mee. Oké, zonder de checkpoints aan te raken moeten we terug, Justin. Zonder de checkpoints. Zonder de checkpoints aan te raken. Kunnen we hierheen? Kijk, hier. Kunnen we hier op Robin wachten? Ah, ik wil nog steeds niet! Robin, welke... Wacht, wacht even, Pos. Ik wil zien waar je bent. Ja. Oh! Dat steeds niet. Ik haat mijn miserige leventje. In dit parcours. Maar heb je het toch ook gehaald? Ja. Welke sprong? Dat betekent nog niet dat ik het niet kan halen. Welke sprong? Alweer niet! En het leuke is, wij gaan ook elke keer... Ja, maar ik heb geen idee welke sprong. Ik ook ja, niet. Net na die honing. Ja, maar er zijn zoveel sprongen op die net lantaarnpalen. Lantaarnpalen? Ja, hou op, hé! Ik kan het niet eens herinneren. Van me voor, ik had het in één keer gehaald. Ja, dat hebben jullie ook in één keer gehaald. Maar ik haal dit gewoon niet. Dat kan je niet doen. Je kan het, Robin. Je bent verslaan, hè? Nee, ik ga niet slaan. Ik haal het gewoon nog steeds niet. Ha! Ha! Oh, ik hoef jou ook niet helemaal dood. Ik ga ook hier dood, maar het is helemaal niet nodig. Ja, dat snappen we het al niet. Ja. Hé, ik heb hem. Nee! Ik doe echt nooit meer mee met deze stomme spelletjes. Ja, ik mocht jou kiezen. Het was Fred die zegt, kies maar een paar karakters. Ja, ik mocht jou kiezen. Nee, ja. Ik haal het nog steeds. Waarom haal ik het? Ik kan elke keer niet op die spatie mark drukken, want ik ben... Hé, hey, Alfred. Nee, ik kan... Dat ben jij, man. Ik denk dat ik nog gelukkig was. Ik was aan het testen hoe ver ik kon. Robin, schiet nou even op. Ja, Max, ik wil ook opschieten, maar het lukt niet. Oké, nu kan ik hem halen. Hij springt gewoon niet. Waarom, wat, moet je, waar heb je het over? Laat het eens even zien. Oh ja, ik heb hem gehaald. Heb je hem? Hé? Heb je ook een checkpoint? Dat is wel heel belangrijk. Ja, wacht, oh nee, dat zijn niet. Weer van diezelfde... Nee, Max, doe. Nee, ga ik niet doen, ga ik niet doen. Ja, daar is hij! Daar is hij! No. Oh nee, dat zijn we ook gedaan. Nu wachten we hier op hem. Ja. Dit is het einde, denk ik, hier. Ja, denk ik. Hoe kan dit?
Nee, dat meen je. Ik had net die slime block jump gehaald. Nee, nee, doe het niet maar. Dan ben jij gewoon zo heel erg vervelend. Ik heb nergens op, hé. Gadver. Wie heeft het ook bedacht? Dat je... Ja, Fred. Hé, daar is hij. Daar is hij, hoor. Daar is hij. Hey, Robin. Nee. Nee. Het is zo makkelijk om vanaf daar op te springen alleen. En dat hij dan al opnieuw moet. Oké, we gaan verder. Oh, ik heb hem niet. Hallo? Nee! Oh, nee. Nee, nee! Nee! Oh, wat deed hij toch? Als iemand het niet haalt. Nee. Oh, nee. Doe nou nee. Niet. Jongens. Nee. Jongens. Stop. Stop, oké. Okay. Nee. Gewoon proberen te halen. Nou, kom op. Nou, hou op. Robin, ik zie jou niet eens springen in de fout. Oh, ja, klopt. Oh. Nee. Nee. Als iemand voorlaat. Oh, oh. Jongens, stop. Nee. Oké, kijk, ook, ook, ook. Niet meer falen, niet meer falen. Ik doe het niet. Nou, niet meer falen. Stop nou. Okay. Stop met falen. Stop nou. Ik ben een parcourskoning. Ik faal niet. Oh, mijn god. Oh, 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 oh. Oh. Jongens. Zullen we even één doen? Het is zo erg om je gaat falen. Ik wacht, wacht niet. Ja, nee, dan ga je er lekker meteen vanaf. Hé, hey, leuk man. Hé, hey, leuke vent ben je. Oh, ik heb last van mijn buik. Stop nou. Dit is zo jongens, ik vind het echt niet meer leuk nu. Ik wil niet met jullie stoppen met deze geintjes. Ik wil gewoon het zelf halen. En als ik het niet wat is dit? Haal... Oh. Wat heb ik gedaan? Ik klik op een knopje. Ja, je moet toch ook niet op random knoppen lopen drukken? Nee! Nee, Max, wat doe je nou? Je moet gewoon ergens verder. Ja, maar er staat een knopje en er staat een warning volgens mij boven. Ja, nou, stop. En dan ga je erop drukken. Ja, dan ga ik erop drukken. Oh, jullie springen samen. Dat is nee. Oh, wel schattig uit. Stop! Ik wil heel graag een dead counter in beeld. Ik wil dat de editor van de hele video voor mij persoonlijk alleen al maken. Stop net alsjeblieft. Ja, maar doe. Alsjeblieft met doodgaan. Okay, niet op die knop. Naar rechts, naar rechts. Nee! Oh, god. Jongens! Kom maar op die knop. Het is echt niet te geloven. Ik heb niet eens op de knop gedrukt. Oh, moment. Jongens, nu is het klaar. Oké, okay, ja. Nu is het klaar. Gewoon gaan. Jongens. Oh. Gewoon gaan. Jongens. Oh. Wie faalt de hele tijd? Ja, jij. Hoezo ik? Kijk maar. Wie sloeg mij? Ja, ik moet je echt halen. Jongens. Jongens. Het is zo vervelend. Oké, okay. Wacht, 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 wacht. We gaan onze beurt. We gaan onze beurt. Ja, Robbie mag voor. Dan ga ik. Dan ga jij, Justin. We gaan rustig door. We gaan rustig door. En dan. Jongens, alsjeblieft. Huh? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh nee, Robin gaat eerst worden. Nee! Nee, Max, dit mag je echt niet doen. Dit is gewoon echt gewoon onbeschoft ook gewoon. Ik zie niks omdat jullie voor me lopen. Stop. Zijn we hier. Oké, dit is hem. Moet je nou wel of niet die warning killen met de knopjes? Ik snap het niet. Natuurlijk moet je Robin. Die knoppen drukken. Nee. Waarom niet? Robin, je doet me! Nee, nee. Max, wat doe je nou echt? Jij dikke papzak dat je er rondloopt. Oké, okay, jij mag binnen. Ik vind het prima. Dan halen we hem op z'n oh, wat zijn jullie ongelooflijk vervelend. Ik heb ook gewoon pijn aan nee, wie duwde me? Ik heb gewoon pijn aan mijn duim van het springen. Oh. Jullie duwen me ook. Ja, dat jullie duwen, duwen mij dus helemaal niet duwen. Ik zie ook okay. Helemaal niks. Ik zie dus. We zijn ongedeelde. Ja, zoek het maar uit. Oké. Ja, het heeft toch geen zin om dit te gaan doen. Kom, let's go. Nee. Ja, we gaan hem halen. Jongens. Oh, ik wil niet meer! Ik wil echt niet meer! Oh, oké, okay, wacht, kom, wacht. Mag okay, ik we gaan. Ik wil op het steen staan. Oké, okay, wacht, kom. Ja. Nu gaan we gewoon. Nu gaan we even halen. Ja. Oh. Hier. We gaan hem gewoon halen. Het maakt niet uit dat ik eerste word. Nee, het zal wel, joh. Leuk man, dat jij eigen video al de eerste zijn. Nou, hier, wat is de bedoeling? Dan staan we hier en dan? En dan. Maar niet slaan. Je meen ik denk, niet dat dit het was, hè? Ik denk dat we die knoppen serieus in moeten drukken. Hier zie je. Alleen je mag er niet opstaan. Ik heb hem! Warden. Ik heb hem! Ik heb hem! Justin hem! Ik heb... Wat heb jij hem? Ik heb gewoon... En nu ik... Hè? Nee, waarom heb ik al die moeite gedaan? Nee! 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 Ik was hem. Wacht. Maar Justin heeft nu gewonnen. Ja. Ik wens jullie een fijne avond. Oh,
Oh, we zijn weer terug. Ik vond het echt een geweldig spel. Ik heb gelachen met Jussi naar Robin. Ben je klaar? Hey, Fred, ik vind het een leuk spel. Ik heb heel erg gelachen. Robin en Jussi vonden het volgens mij niet zo leuk dat ze er waren, maar dat maakt niet uit. Volgende keer nodig ik Rico uit. Hey, ik vond het leuk. Ik ook. Heb je ook gespeeld? Nee, toegekeken. Oh, je hebt gekeken. Wat vond je ervan? Ja, leuk. Dan top. Hey, ik vond het leuk. Ik ga er wel weer vandoor gelijk. Ja, Dank je wel. Tot ziens, Fred. Doei, doei. Dag. Oké, even kijken. Zo. Hé, je bent toch weer gaan afwassen. Ja, maar ik kan niet bij de handdoeken, maar ik kan niet zo ver bukken. Ja, ik wil je heel graag helpen. Kan jij alleen, toevallig even bij je dag. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien is mijn huis officieel afge... Nee. Gerard. Wat heb... Nee, hij is door de muur gebonjourd. Gerard. Oh, en hij heeft de blok ook hier echt achtergelaten. Nee, de lekkage is er nog steeds. Oh, mijn god, die Gerard, jongens. De muren zijn ook ineens hoger hier. Oh, Gerard, toch. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. We moeten dit de volgende keer maar even op gaan lossen. En wie weet kunnen we de volgende video ook wel gewoon daadwerkelijk in het huis gaan wonen. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je deze nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Zeker even liken. En nu spreek ik later. Glaasje water, veld 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!